De mobiel van Giel. Ja, dat was bij de weekje weer. Hij was begin van de week in handen bij een Miss Teenager. Ja, dat klinkt een beetje, maar dat was echt aan haar. Miss Universe, maar dan de teenage-uitvoering. Lotte was dat. En ja, toen kwam hij bij de dancemannen van Chris Cross, Yuki. Die gaf hem aan zijn eigen vriendin, Instagram-girl Lizzie van der Licht. En die gaf hem aan Kai Nambiar. En Kai heeft een tip. Ja, ik heb ook op Instagram en Twitter om tips gevraagd. Maar... Hey Giel, ik zit hier met jouw mobiel. En ik ga het nu doorgeven aan iemand anders. En deze persoon maakt muziek. Hij kan erg goed koken. Hij maakt ook kunst. Het zijn eigenlijk al 3 tips. Maar bovenal is hij ook wel een beetje gezeikerd. Vind ik althans. Ik spreek later. Yo. Yo, ja, dat laatste, dat dacht ik weer van... Ja, is ook een beetje gezeikerd. Ja, ik kreeg wel Jelten een paar keer binnen, Jet Rebel. Maar dat is echt geen zeikerd. Maar ik weet helemaal niet hoe zijn culinaire activiteiten zijn. Maar ik heb de indruk dat er is al opgenomen. Hallo, Giel. Ja, wat leuk dat je belt. Ja, dat vind ik zelf ook. Maar jij gaat gewoon expres een beetje gekke stem opzetten, begrijp ik. Oké. Ja, Giel, anders raad je het meteen. Hey, dat is Fabio Pepijn. Beste morgen. Nee, dat is die andere van de jeugd van tegenwoordig. Oh, is het Fiesse? Oh, nou, dan zat ik in ieder geval ergens in de jeugd. Oh, wat leuk zeg. Kan jij zo goed koken? Ja? Oh ja, je hebt geloof ik ook een boek, hè? Nee, ik heb geen kookboek. Oh, geen kookboek. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, goed. Dit is Freddy, vicefur. Zijn er nog mensen die je Alfred noemen eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nou, dan zal ik dat ook... Zelfs mijn ouders niet. Nee. Ook niet als ik iets stout doe. Nee, precies. Nee. Mijn moeder noemde me wel Michiel als ik echt iets... als ik irritant ben, ja. Daar komt het Giel van. Michiel Belen, ja precies. Dan met achternaam erbij ook, hè? Ja. Michael Belen. Ja. Klinkt wel stoer. Ja, wat is de link tussen jou en Kai eigenlijk? Ik ken hem al vanaf dat ik 12 ben. Echt? We hebben op dezelfde middelbare school gezeten in de brugklas. Wat lach, joh. Oké. Ja, joh. Ja. Dat is echt... En ook gewoon nooit... Van mijn beste zal wel niet mijn beste vriend. Oké, dus ook nooit uit het oog verloren verder? Nee, niet echt eigenlijk. Leuk. Ja, zeker leuk. Ik vind jou altijd echt een fenomeen. Omdat je, dat weten mensen misschien niet of wel. Je hebt echt de Rietveld Academie gedaan. Je bent gewoon wel echt een kunstmaestro. Waar ben je allemaal mee bezig op het moment? Los van met de jeugd van tegenwoordig. Want die zijn natuurlijk weer aan het knallen als een malle. Ik heb een atelier gehuurd in Amsterdam-Noord. Een heel fijn groot ding. En daar ben ik aan het kunsten best wel veel. Dus ik ben een soort van veel werk aan het maken. Omdat ik daar zin in heb en vind dat het nodig is. En dan rond het einde van het jaar wil ik een grote expositie doen. Oké. Daar ben ik mee bezig. Vet. Voor de rest ga ik trouwen. Nee. Ja. Dat meen je niet. Met mijn fantastische vriendin, waar ik al iets van 13 jaar mee ga. Dus daar ben ik de voorbereidingen van aan het treffen. Wat leuk zeg. En hoe heb je het gevraagd? Wanneer was het moment? Ik heb het mega romantisch aangevraagd. Ze was alweer 2 jaar geleden. Ze was helemaal hormonaal, want we hebben ook een kindje. Ja. En... toen zijn we een stuk gaan fietsen, want ze houdt heel erg van fietsen. Toen zijn we naar Broek en Waterland gefietst, naar een heel fijn klein hotelletje. En daar had ik allemaal eten voor haar geregeld. Het is wat zo, oh, wat is die wijn lekker, hè? Wat toevallig dat ze hier die wijn hebben. Jullie wijn, ja. En die komt uit Sicilië, nou, dat vind ik wel echt toevallig, dit en dat. Hele reuten met teut, hetzelfde met eten. Toen zijn we daar gaan slapen. Toen stond een heel mooi houten bootje aan het water. De hotel was aan het water. En toen vroeg ik, toen zei ik zo van ja, misschien kan ik dat bootje wel lenen. Toen zei ik, nee joh, dat kan niet, het is te mooi en bla bla bla. Nou ja, wat denk je, ik kon het bootje gewoon regelen. En toen zijn we een stukje gaan varen. Toen brak het stuur nog af. Oh, dat was niet gepland, denk ik? Nee, dat was niet gepland. Toen kwamen er allemaal zwanen. Toen heb ik het stuur weer eraan gezet. Toen aan de kant van een weiland gezegd...
wil je met me trouwen? Toen raakte ze in paniek. Oh. Toen zei ze, nee. Toen ben ik door mijn knie gegaan. Toen heb ik gezegd, nu moet je wel ja zeggen hoor. Toen zei ze, ja op alles. Je moet je voorstellen dat ze ongeveer over een maand ging bevallen. Ja. En toen heeft ze een bootritje terug, heeft ze één keer naar de ring gekeken. En voor de rest is er als een soort mossel tegen me aangeklemd. En toen zei ze van, ja, wie weet het dan? Toen zei ik, ja, ik heb je vader, die weet het wel, maar je moeder, die weet het niet. Ah, moet ik die niet bellen dan? Ik zeg, nee, dat komt later wel. Toen kwamen we aan in Barempel. Daar stond de hele familie aan de kant. En man, vrienden met hapjes en drankjes. Oh my dus zo God. Doe je dat, Giel. Jezus Christus. Nou echt, dit is echt respect, maestro. Dat heb je, goed, hè? Ja, echt heel goed. Echt heel een goed. Een soort romcom. Tjonge nou zeg, dat is ja, het zeker. En dan nu 2 jaar later gaat het eindelijk gebeuren, want voordat je zoiets allemaal geregeld hebt. Nee, ja, daar ben je er maar druk mee, want ondertussen, en ik zeg dat eventjes, jullie hebben leuk uitgebracht. Wat nog steeds verkeerd geschreven op Spotify staat, vind ik dan wel weer leuk, want het is toch echt met UE? Ja, joh, dat weet iedereen. Dat weet iedereen. Maar ja, dat is een soort brainfuck, dat mensen leuk gewoon niet fout kunnen schrijven of zo. En jullie doen nog best wat festivals, joh. Ik werd er bijna zelf moe van toen ik de speellijst zag. Bukkelpop komt eraan, ja. Volgens mij. En Lowlands, dat is natuurlijk fantastisch. Precies. En ik weet het voor de rest niet precies allemaal, als ik eerlijk ben. Nou ja, je hebt nog Flevo Park, weet hij niet wat het is. Ja, dat is ook Appelsap, heel leuk. Appelsap is heel leuk. Appelsap, het geweldige hip-hop festival van Rogier Smallhout. Ja, in Amsterdam. En dan in november, ja, ik snap het. Ik bedoel, de trouwerij moet ook betaald worden. In november dan nog eventjes 3 dagen dan is ook de weg. De tour, Rotterdam, Oosterpoort. Ja, en die gaat ook lekker. Maar wacht eens eventjes, toch, wat ik probeer een beetje jouw schema bij te houden. Maar als je ook nog dit jaar die expositie wil, dat is toch niet te doen dan? Of, het is ook niet te doen, maar gewoon heel vroeg opstaan, Giel. Ja. Zodat je die mobiel op kan nemen en lekker aan het werken. Nou, dit wordt een mooie dag vandaag dan. Wat ga je doen, Freddy, vandaag? Dat weet ik niet, maar een heleboel. Okay. Het staat allemaal in mijn agenda en dan kijk ik er straks naar. En ik weet het vaak niet van tevoren en dan doe ik het dan gewoon. Dan doe je het gewoon, hè? Ja. Mooi. Nou ja, dan zet er 1 dingetje bij als dat nog past in je agenda. Af en toe wil zeggen, je hebt het hele weekend... De Giel-mobiel afleveren aan een andere cijfer. Jij snapt hem helemaal. Ja, is goed. Nou dat, echt. Bedankt voor het mooie romantische verhaal en de uitdaging om ditzelfde ooit te doen bij mijn eigen vriendin. Schat, als je luistert, ik ga dit niet op vakantie doen, maar het heeft me wel geïnspireerd. En, ja, neem maar echt. En doe de groeten aan die andere boys. Leuk je weer even gesproken te hebben. Okay. Doei. Wat leuk zeg. Vicever Freddy, hij had vandaag de Giel. Wat een gast.